Onze verslaggever Gerard van Ommen, die is er natuurlijk weer bij. Het is het weekendcafé en geen weekendcafé zonder Gerard. En nu zit hij ergens in het café. En Gerard, wie heb je bij je? Ja, dat is iemand die heel erg bezig is met doppen. Eigenlijk, hè? Dat klopt. Ik ben Albert Klein-Thijsink uit Band. En wij doen voor de actie Water voor Koloweni. Een actie waarbij we mensen oproepen om de plastic doppen van allerlei verpakkingen te bewaren en aan ons te geven. Dat is een hele mond vol. Nu nog een keer. Doppen van plastic. Ja, ik heb er een paar meegenomen als voorbeeld. Iedereen zal ze kennen. Die op de melkflessen zitten? Bijvoorbeeld, of de pindakaaspotten, of de spuitbussen, et cetera. Oké, alles wat van plastic is? Alles wat van plastic is, heeft waarde. En die waarde die proberen we in het project te stoppen. En hoeveel waarde heeft het dan? Ik bedoel, niet zo heel veel. Het gaat per kilo. En dan moet je denken aan iets van 20, 25 cent per kilo. Dus ik heb een heleboel kilo's nodig om het project een beetje omhoog te helpen. Het project. Waar ben je mee bezig dan? Nou, de reden van het project zit eigenlijk naast me. Dat is Asata. Asata is een weesmeisje uit Liberia. Uit het dorp waar het project plaatsvindt. En ze is nu 7, 8 jaar in Nederland. En op een gegeven moment zei ze tegen mij van, kunnen we iets doen voor de bevolking in mijn dorp? En toen zeiden we, nou, laten we eens gaan nadenken. Wat kunnen we doen? Okay. Asata, hoe ben je met hem in contact gekomen? Ja, ik ben hier gekomen door zijn vrouw. Dat is mijn pleegoma. En die was contactpersoon toen voor mijn tante in Luttegees. Vandaar. Okay. En wat is er nu? Uit welk dorp kom je? Ik kom uit Kolin in Afrika. Ja. En wat is daar aan de hand dan? Eigenlijk, mensen hebben een probleem daar met het water en ook voor voedsel. En ik woon hier, dus ik heb het bedacht. Ik vertel mijn familie, pleegfamilie zeg maar, noem maar dat. Ja. En ik zeg, ik wil mijn familie helpen met eten of water. En ze hebben ook problemen met de wc's. Dus ik heb dat probleem gelijk bij mijn familie. Dat is op het platteland? Ja. Ja, want we denken heel gauw bij Afrika dat ze allemaal geen voorzieningen hebben. Maar in de grote steden is dat daar wel en zo, hè? Denk, ja. 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 En wat moet er nu gebeuren dan? Eigenlijk, we zijn wel begonnen met water. En ze hebben nu 2 waterputs in mijn dorp. Want dat hebben ze verteld, wij hebben een probleem met het water. Dat weet ik zelf ook, toen ik daar woonde. Slaan ze putten diep in de grond? Ja, diep in eigenlijk. Toen we moeten waterput uit water halen, waterput halen. Maar nu we hebben een soort van kraan, zeg maar. Je hoeft niet meer bukken, maar je blijft gewoon staan en pompen. Oké. Okay. Ja, het is ook wat luxe gemaakt, dat je niet meer... Dus ze hoeft niet meer water te koken, want wij halen vies water eruit. En gaan we koken en dat is zeewelig. En blijf gewoon afkoelen, dan gaan mensen eten. Maar nu, drinken bedoel ik. Maar nu, dat gebeurt niet meer. Nee, dat water komt van zo diep, dat is schoon en helder. Ja, dat komt door mijn pleegfamilie. Want die heeft het al geregeld voor 2 putten, begrijp ik? Ja, eigenlijk de mensen zeggen 5 waterpunten. Maar we hebben nu in totaal 2 voor hen gekregen. Dus ze zijn er echt blij mee eigenlijk. Ik ben er ook 25 september in Afrika geweest. Heb ik zelf al gezien. De water ziet er echt schoon uit. En echt schoon water hebben ze daar. Ja. Ik zie je stralen, je wordt er blij van. Ik moet zeggen, ik voel het, ik word er ook een beetje blij van. Die putten zijn dus nog meer nodig. Hoeveel geld heb je daarvoor nodig dan? Nou, de aanleg van zo'n waterput is ongeveer 2000 euro. Het is de handbediende pomp. Hebben we bewust voor gekozen om niet te veel met machines of met brandstof te werken. Ja, hoeveel kilo aan plastic heb je dan nodig? Nou, dat wil je niet weten. Maar ja, voor dit jaar staat het doel op 1000 kilo. En 1000 kilo is ongerekend ongeveer 250 euro. Oké, okay. Flevoland hoort dit. En dan? Ik denk, ik haal mijn doppen eraf voordat ik het glas in de glasbak keil. En... Geen glas. Nee, maar zeg maar van de pindakaaspot en zo. Juist, ja. Nou, dan heb je die doppen.
Ja. En dan moet ik jou opbellen. Hoe raak ik dat bij jou kwijt? Ja, en ik vraag de mensen die dat willen doen om ze doppen te bewaren. We hebben een site waar contact mee gezocht kan worden. Ja, roep hem. Ja, dat is de site steunactie/watervoorkolowenie. Dat is een moeilijke naam hoor. Ik weet het. Maar we zijn bezig om een eigen website te bouwen. We zijn sinds kort een stichting geworden en we gaan een eigen website openen. Waardoor mensen wat makkelijker bij ons terecht kunnen komen. Nog één keer die website. En kunnen ze je anders ook bellen of zo? Natuurlijk, ja. Als het prima. Ik wil heel graag mijn telefoonnummer afgeven hier en nu. Ja, doe dat maar bij ons en dan kunnen ze naar ons bellen om... Dat vind ik heel fijn. Ja, dat is prima. Ja. Nog één keer die website. steunactie/watervoorkolowenie. En we worden er met z'n allen blij van en dat plastic wordt dan op een goede manier verwerkt. Want dat gaat naar een Flevolands bedrijf ook, hè? Dat gaat naar Biddinghuizen. Daar wordt het verwerkt tot kleine snippertjes. En dat is weer de grondstof voor nieuwe plastic producten. Dus ook nog een beetje recycling. Het is toch altijd prettig als je merkt dat mensen goed bezig zijn.